Jorik Fransen, u bent examinator. Wat doet u verder in het dagelijks leven? Ik ben normaal gesproken werkzaam bij het Wilming Theater. Daar werk ik als hoofdhoreca en ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat met de horeca te maken heeft. Wij doen voorstellingen, 450 per jaar, maar wij doen ook heel veel commerciële evenementen zoals feesten, partijen, diners. Dus in het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor de complete uitvoering daarvan. Waar beoordeelt u deze mensen op vanavond? Ik beoordeel ze vandaag op het volledige pakket. Dat wil zeggen dus van alle vereisten die in de exameneisen staan, van begin tot eind het runnen van een restaurant. Dus hoe goed zijn ze in de uitvoer, in de volledige uitvoer van het runnen van een restaurant. Is de smaak van het eten ook belangrijk? De smaak van het eten is uiteraard belangrijk, maar het is geen kookexamen. Dus dat is wel heel duidelijk. De opleiding is manager ondernemer horeca. Dat wil dus zeggen dat niet alleen de smaak van belang is, maar ook alle facetten die erbij horen. En daarbij is smaak soms misschien iets van ondergeschikte belang dan eigenlijk het totaalpakket wat ze moeten leveren vandaag. Ik heb er voor vandaag een heel goed gevoel over. Morgen moet het natuurlijk allemaal voor het echie, maar zoals het er nu uitziet, ik heb er een goed gevoel bij. Zitten er nog mensen bij die denken van, die komen wel bij mij komen? Er zitten altijd mensen bij die, waarvan ik denk die bij mij kunnen komen. Er zitten, de opleiding zijn we ook nauw bij betrokken. Niet alleen als examinator, maar ook als stageadres. En we hebben gewoon een goed contact. En de opleidingsniveau is hoog. En hier zitten echt wel toppetjes voor de toekomst in. Dus je hebt wel veel vertrouwen in deze school? Ik heb zeker veel vertrouwen in deze school. En ik denk ook dat het horecavak extreem belangrijk is. De krapte op de markt wijst dat nu ook uit. Koks zijn moeilijk te vinden. In het Westen halen ze al fratsen uit van mensen die uit Spanje moeten komen. Dus ik denk dat het bestaansrecht van deze opleiding nog te meer ooit dan nu moet zijn dan anders. Heb je passie voor het vak? Vind je het vak mooi? Wil je met mensen werken? En heb je echt aanleg voor de horeca? En zie je het als vak en een levensstijl? Dan moet je hier zijn. Kunnen altijd goede mensen gebruiken. En ik denk bij mede-examinatoren en horeca-ondernemers ook, absoluut, ja. Guido Meinders, u bent examinator. Wat doet u in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ben ik eigenaar van een restaurant in Rijssen samen met mijn broer. En dat restaurant heet het Brotsoes. De mensen die je nu beoordeelt, hebt u die ook als stage? Ik heb een paar mensen bij mij in het bedrijf gehad, ja. Die hebben daar stage gelopen. En het is wel heel mooi om te zien om de mensen nou een keer op school bezig te zien werken. Bent u daar tevreden over die stage? Over de stage die ze bij ons hebben gelopen ben ik tevreden over. Waar gaat u de mensen vanavond op beoordelen? Op hun leiderschappen en hoe zij de medewerkers aansturen. En hoe komen de leidinggevende mensen, dus de mensen die examen moeten doen, hoe komen die over op hun medewerkers? Welke tonen gebruiken ze? Leggen ze het goed uit? Stellen ze de juiste vragen? Vragen ze ook de juiste dingen door? Zodat de medewerkers ook weten wat ze moeten doen.